Davy Prupper stond maandagochtend gewoon weer op het trainingsveld bij PSV. Zenit Sint-Petersburg heeft het bod op de middenvelder nog niet zo ver verhoogd dat er over een transfer te praten valt. De Russen hebben nog tot 24 februari de tijd om dat wel te doen. Dan sluit de transfermarkt in Rusland pas. PSV heeft nog tot woensdag om een mogelijke versterking te halen. Om middernacht sluit de transferwindow. Valt er nog iets te verwachten? Nee, ja, ik weet dat heel veel fans dat vervelend vinden. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Omdat het voorin natuurlijk wel erg dunnetjes is bij PSV. Maar op dit moment is er weinig nieuws onder de zon. Pereiro en Luc de Jong zijn natuurlijk op dit moment niet bepaald in de vorm van hun leven. Bergwijn, erg jong. Pril nog. Kan hij het verschil wel maken? Locadia komt natuurlijk terug van een blessure. Siem de Jong, ja, doet het erg goed als supersub. Maar ja, als basisspeler is ook even afwachten. Dus ik kan me voorstellen dat de fans van PSV zich toch wel een beetje zorgen maken om die voorhoede. Ja, dat is absoluut een aandachtspunt. Ja, repareren ze dat niet voor morgenavond, ja, dan zal het daarmee door moeten. En ja, is maar afwachten of dat voldoende is. Ik vind wel dat PSV nog steeds erg moeizaam scoort. En dat met name vanuit... dat niet echt vanuit de voorhoede de goals komen. Hoewel, ja, Ramselaar is nu natuurlijk een linksbuiten. En die scoren dan afgelopen zaterdag. Maar ja, het blijft toch allemaal erg dunnetjes. PSV staat open voor een versterking. Maar alleen als er een speler is die de ploeg beter maakt. Dat is in de winter vaak lastig. Gaf technisch manager Marcel Brands eerder al aan.